Soms moeten mensen afscheid nemen en is er spijt. Wij weten dat dit er niet is. Ik weet dat jij wist hoeveel ik en wij van je houden. Je wist vast wel dat je iedereen liet opbloeien in jouw aanwezigheid. En nu ga ik hem echt enorm missen. Ik hou echt enorm veel van hem. En het is echt nog gewoon onwerkelijk, zeg maar, dat hij er niet meer is. Ja. En verder wil ik je zeggen dat ik trots op je ben, op wie je was. En ook op zeker over de laatste 7 jaar, op de vechtlust die je hebt laten zien. En hoe je kon genieten van de kleine dingetjes. En ik ben blij dat ik daarin iets heb voor je kunnen terugdoen. Je moet ook natuurlijk straks wel missen. Ja. Het open gaat. Maandag hebben ze afscheidsfeestje, hè? Ja. Gaat hij in een kistje. En dan gaat hij... onder de grond. Ja, onder de grond, ja. Lieve mama, vandaag nemen wij afscheid. Afscheid van een vriend. Op het moment van schrijven zit ik naast je in het ziekenhuis, wetende dat deze dag gaat komen. Je ligt te slapen na weer een vermoeiende dag. Ik heb je net voor het slapen gaan gesproken. We hebben veel gelachen, maar ook fijn gepraat. Ik heb je bedankt voor de mooie tijd die je ons hebt gegeven. Ja, het mogen duidelijk zijn dat dit verschrikkelijk is. 69 jaar is geen leeftijd. Veel te jong. Ja. Hè? Zullen we opa nu al missen?